Ik dus, het maakt niet uit, dat is toch... 3, 2, 1, dance! Oh, fantastisch! En dan ziet er echt briljant uit met die toestand op de achtergrond. Maak jullie screenshots, want ik zie niks. Ik ben nu screenshots aan het maken. Erwin, we zijn heel synchroon nu. We doen het echt prima zo. Ik vind het leuk. Dat was jammer. Heb je dit ook op de stream, Bas? Oh ja, dit heb ik op de stream. Het ziet er echt fantastisch uit. Je ziet een heel leger inderdaad, ook een navigus. En zo'n hele grote krab waar iedereen tegen aan het vechten is en ook raketten die doen. Kijk, en dit is briljant, dus hier moet je gewoon even een leuk muziekje aan gooien. Dit is zo flauw. En het loopt bijna synchroon. Het is geweldig dit. Harry en ik zijn behoorlijk synchroon. Inderdaad, wij doen het perfect samen. Dus ja, dat komt waarschijnlijk omdat we vanuit dezelfde regio op enter hebben gedrukt. Dat is de lag. Dat zit die vertraging het kort. Die ziet het weg. Ja, dat is heel jammer. Ik had net een mooie screenshot. Ik kon eindelijk, jullie waren ook aan het dansen, doe ik Print Screen Crash het spel. Oh. Dus het valt mij wel mee deze avond. Nou, ik ben even een lekker borreltje en het gaat heel goed hier. Niet 3. Je zijn bijna in zinken. Maar als jullie de beste screenshots even naar mij sturen, dan zet ik ze op Facebook vanavond. Ik denk dat we hier iets aan het inspireren zijn bij andere spelers. Een soort flashmob tijdens deze hele toestand. Nee, maar Arjan, wij zijn echt gewoon zo perfect in zinken. Geweldig. Maar daardoor lijkt Bas ook wel een achtergrond dansen. Weet je wat, ik ga in het midden staan. Oh ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ik kom er met de hand. Er komt een gorilla naast daar, zie ik. Ik voel zeker 7 jaar gekke dansjes in MMO's, maar dit blijft wel leuk. Ja, maar kijk eens naar Dionys. Dionys zit gewoon even, die zit even toe te kijken. Nou, ja. Ik ben er weer, ik kom ook. Als je hier gewoon een van de videoclip van kan maken. Als ik het materiaal had, dan zou ik het doen. Ik heb een hele goede montagesoftware voor. Er staat iemand in de weg, wie is die dwerg? En Dionys, is dat die voor of niet? Oké, deze foto moet ik even op Twitter zetten, wacht even.